71 jaar na de slag om de Grebbeberg is de naam van de laatste onbekende soldaat alsnog bekend geworden. Op het ereveld op de Grebbeberg vond vrijdag 8 april de herbegrafenis plaats van soldaat Wim Brummelhuis. Dankzij DNA-onderzoek is zijn identiteit alsnog achterhaald. De bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht heeft in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut de stoffelijke resten geïdentificeerd. De nabestaanden van soldaat Brummelhuis waren massaal aanwezig bij de herbegrafenis. Tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940 was soldaat Brummelhuis 21 jaar. Hij was onderdeel van de 16e mitrailleurcompagnie van de 4e divisie in de Grebbelinie. Hij verdween op de derde dag van de slag tijdens een zware artilleriebeschieting. Hij blijkt al in 1940, direct na de gevechten, in een naamloos graf op het ereveld Grebbeberg begraven te zijn. Met de identificatie van Brummelhuis verdwijnt het laatste naamloze graf van het militair ereveld Grebbeberg. 4 andere Nederlandse soldaten die vochten in de Grebbelinie zijn nog altijd vermist. Hun stoffelijke resten zijn nooit gevonden.